We vragen ook vanaf nu het volledige parcours en zeker de aankomststrook volledig. 3, 2, 1, go! Ja, en daar is de eerste junior vertrokken, dat is Harold Matthijs. 2, 1, go! En daar is Thijs Janssens van start gegaan. 2, 1, go! En daar is de leider bij de juniors heren, Margaat Va. De eerste master die van start gaat. En dan krijgen we Tony van Akker. En van start gegaan Tony van Akker. En tegelijkertijd zien we de eerste aankomst. En van start gaat Ludo Verkalsteren, het nummer 286. En op het startpodium krijgen we nu... 1, 2, go! En daar gaat Chef Kalf, nummer 279. Dan Ruud. En daar gaat Fons. En een aankomst van het nummer 155, Arne van Riel. En daar is van start gegaan Paul Dollard. Om ook naar het podium te komen. En ondertussen is van start gegaan met nummer 282, Ivo Verkalsteren, de derde. En is van start gegaan Leo van den Wijngaard, de tweede man bij de Master Zeden. En dan krijgen we zo dadelijk nog de leider in deze reeks in de tussenstand. En daar is de laatste Master van start gegaan, de leider. Na drie proeven, nummer 72, Danny van den Broek. En ondertussen krijgen aankomst van het nummer. De aankomst van 283. Nummer 200. De leider bij de Masters. Dringend aan de start gevraagd op nummer 212 van de Tom Erik. Van start gegaan Erik van Looy. 3, 2, 1, go! Ja, en van start gegaan Nico Suis. De winnaar van de 1 kilometer tijdrit. De verrast is aankomen, is vertrokken liever. En op, bij de aankomst hadden we nummer 207. Paul van Riel, dus de laatste 3 jaar winnaar van deze proef. Vorig jaar had hij een tijd van 9. Vorig jaar dus een seconde trager dan... Goal Dirk! Goal, goal Dirk!
Oh, je moet daar weg, hè. We kijken uit wat Jan vandaag uit de benen schudt. En dan vermelden we nog eens vandaag dat onze pro-sponsors voor deze Polvalon, specialiteit natuurlijk de Citroën, maar ook niet onderschatten in deze. En de start van Valentijn Lauwers. Dat is ook iemand die de kilometer tijdrit. Alles keren, je wint bijna. Kom, je hebt van goed bezig, Marco, kerel. Chip, chip, chip. Kom, de fan. Come on, Stefan!
met een tijd van 9 minuten 55 seconden en 8 onderste van BRTC, Robin Verboven. Robin was leider in de tussenstand en blijft dit met deze tweede plaats. En dan de winnaar met een tijd van 9 minuten 36 seconden en 36 honderdste van Shelly Thijs Janssens. Ondertussen is ook van start gegaan de volgende veteraan. Organisator liever Wim de Meijer. Op een tweede plaats met een tijd van 10 minuten 52 en 09 honderdste van Shelly Danny van den Broek. En de winnaar van deze tijd is bij de Masters Heren met 10 minuten 13 seconden en 31 honderdste. Duidelijke overwinning dus van AOT Leo van den Wijngaard. Ondertussen is van start. Nummer 130 wordt dringend naar de start gevraagd, dat is Robin Struijf. Op een tweede plaats met een tijd van 9, 15, 28, Paul van Riel. Paul op een tweede plaats, dat betekent dus dat we voor het eerst in 4 jaar een nieuwe winnaar hebben op deze proef. En dat was met een tijd van 9, 12, 16, ook van Shelly Dirk Baten. Steven Schrans. Dames en heren, op het podium bij de veteranenheren op deze tijdrit. Dirk Baten, Paul van Riel en Nico Suis. 50 seconden en 47 honderdste, Lotte De Vint. Met een tijd van 10 minuten 35 seconden en 38 honderdste, Brit van Pillo. Dat was dus ongeveer een halve minuut sneller en dan nog eens ongeveer een 20 seconden sneller. Duidelijk overwinnaar is vandaag, opnieuw zoals op de 1 kilometer tijdrit, Christine Delen met een tijd van 10 minuten 9 seconden 73 honderdste. Proficiat dames, geef ze daarvoor een applaus en ze krijgen er nog 3 kussen bovenop. Mooi podium. Vandaag de 3 beste tijden overal natuurlijk ook in deze reeks. Op de 3e plaats met een tijd van 8 minuten 59 seconden en 73 honderdste, Jan Degeno. Christophe Albrechts. Pro-sponsor vandaag met Fitlab Mutterman. Op de 2e plaats. Oh, jij krijgt de gouden waarschijnlijk al. Dat is als gewoonte misschien, Jan. Je hebt een aantal jaren niet goud gewonnen, zeker. Goed, op de 2e plaats, Valentijn Lauwers, met een tijd van 8 minuten 52. 8 minuten 52. Leuk, 5 minuten voor zijn broek, accentjes. Jan Zagers reikt hier de zilveren medaille uit en dan de winnaar vandaag nog maar eens in uitzending met een tijd van 8 minuten 38 seconden, dames en heren, en 57 honderdste, Wouter van der Naast. Met deze duidelijke winstverhaal neemt Wouter wel duidelijk een serieuze optie op het eindtoernooi waarschijnlijk dit jaar. Zonder ongelukken zal hij van de